Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan we het hebben over de school, de schoolresultaten en de vakantie. Want die is pas begonnen. Wij gaan een gesprek hebben met de president van de VALS, de heer Marcelino Nerkus. En die gaat ons vertellen hoe zijn feedback is geweest met de leden die aangesloten zijn bij de VALS. Kijk u mee. Meneer Nerkus, als president van de VALS, het schooljaar 2023-2024 is net een paar dagen achter de rug. Heeft u feedback kunnen plegen met uw leerkrachten? Want gezien het resultaat, want we horen, we hebben de resultaten gemerkt, zowel op basis als VOJ-niveau. Hebben zij wat aandachtspunten aan u als VALS-president gegeven van... Voor bepaalde dingen, de resultaten, gaan ze zijn niet wat we echt verwacht hadden. Voor Gordeland, met genoegen ga ik in op die vraag hoor. Kijk, geef een blik als president van de VALS, kan je niet met 8.000 of 9.000 leerkrachten communiceren. Maar binnen het presidium praat je dus wel over het resultaat. En we mogen eerlijk zijn, het is geen resultaat om er... een feestje van te bouwen. Ja, we hebben in het verleden betere resultaten gehad, maar er zijn natuurlijk een aantal factoren die de afgelopen periode hebben gespeeld. Misschien is het ook een beetje doorwerking van na-COVID situatie, maar punt 1 en 2 heeft ook een beetje te maken dus met de hele maatschappelijke situatie die op ouders afkomt, die op de leerling afkomt, dat uiteindelijk welke voorbeeldfiguren wordt aan hun gepresenteerd, welke zien ze op de televisie. En het heeft te maken met de motivatie van die leerkracht. En daarmee waren we de laatste tijd wel mee bezig. Ja, met de motivatie van die leerkracht. Want uiteindelijk willen mensen wel, welke leerkracht wil geen goede resultaten voor zijn of haar klas hebben. Of goede resultaten aanbieden aan de school, of elke leerkracht wil dat. Maar het zijn dus drie componenten die daaraan een bijdrage leveren. De leerkracht, de leerling en de ouders. Kijk bijvoorbeeld, Roland, we hebben nu te maken dus met een nieuwe tijdse leerlingen. En de heer Moerer had een keer een presentatie voor me gehouden, jaren geleden in KOB. En een vergelijking gemaakt tussen oude tijdse kinderen. Dat zijn u en ik. Ja? En de nieuwe tijdse kinderen. En nu hebben we te maken met de nieuwe tijdse kinderen. Hoeveel luisteren naar de radio, hoeveel luisteren naar de televisie, hoeveel lezen de krant. Alles is je telefoon, je telefoon. En uiteindelijk gaan we misschien die richting op moeten gaan. Want ook in Nederland heb ik een artikel gelezen, gisteren dealen ze met dat probleem. Waarbij we dus misschien, want sommige leerkrachten kunnen gewoon geen modern mobieltje aanschaffen. Degene die het wel kunnen. Misschien moeten we naar de richting gaan van dat we een bepaalde didactiek ontwikkelen. Of bepaalde mensen wegwijs maken in het hanteren van... zo'n smartphone en vanuit die smartphone leren gerichte opdrachten geven om te gaan zoeken. Ja, degene die een smartphone heeft, praat met ouders, stel je smartphone misschien middags ter beschikking dat het kind gericht zulke opdrachten kan uitvoeren of dingen kan opzoeken. Ja, om een woordenschat ook te verrijken om daarmee naar de school te komen. Je gaat dingen moeten ontwikkelen om dus voor volgend jaar steeds te werken naar een beter resultaat, want we kunnen deze generatie niet zo laten, toch? Ja, morgen zijn we er niet meer en wie gaat dat dan overnemen? En ook als land, wat voor indruk maak je naar de Noordzee toe en naar het Caribisch gebied? We merken dat, ik vroeger, wanneer onze kinderen, de ouders namen het besluit van ik pak mijn bies en ik vertrek en die kinderen werden school gezocht in Nederland. En dan werden die kinderen geplaatst in de klas en de kinderen konden meegaan. Het ongeveer hetzelfde niveau. Nu, en ik kan er van mee praten, komt dat kind van het lyceum, eerste, tweede klas. En op de school waar ze de moeder er zou plaatsen, wisten ze niet welke klas ze het resultaat niet beoordelen waar ze dat kind moesten plaatsen. Dus ze zat gewoon met die anderen in een klas en dan gaat de verveling optreden. Maar natuurlijk hebben ze daar andere mogelijkheden,
dat je dus, oké, okay, je wil dat dan niet meer doen, maar dan, maar ik wil deze richting opgaan en die mogelijkheden zijn en dan gaat dan is het kind toch doen gericht aan de richting opgegaan. En ook onze leerkrachten zien we dus dat ze door die motivatie wegtrekken naar de Noordzee en naar het Caribisch gebied. Maar natuurlijk zijn er andere aspecten die spelen wanneer ze daar gaan. Ik gun iedereen. Ja, iedereen is op zoek naar een stukje welzijn, een stukje welvaart. Maar je hebt ook soms situaties waarbij ze aankomen en niet het volledige verhaal is verteld. En ze kunnen niet meer terugkomen, want je hebt je schepen achter je verbrand. Ja? Maar uiteindelijk gaan we niet allemaal het land kunnen verlaten. We gaan niet allemaal weg kunnen gaan. En misschien willen we ook niet allemaal weggaan. Misschien kunnen we gaan niet allemaal weg kunnen gaan. Maar wat we wel willen doen, is een betere Suriname, een betere jeugd en een generatie waarvan we kunnen rekenen dat deze generatie op een goede manier van ons kan overnemen, waarbij dus wat we hebben opgebouwd daarmee mee kunnen gaan. Als u zelf een terugblik kan werpen naar het afgelopen schooljaar en de feedback die u heeft gehad, welke waren de probleem, welke vakken waren de vakken waarin men zelf ziet van iets klopt ergens niet in onze samenleving, dat kinderen van nu, u had het over kinderen van toen en de kinderen van nu, maar als je toch kijkt naar het verschil, zijn wij een beetje anders opgevoed en de kinderen van nu zijn meer met hun mobiel bezig. Dus welke vakken of onderdelen heeft u feedback teruggehad van de ouders moeten proberen om hun kinderen hiermee te helpen? Zeker rekenen en taal. Zeker rekenen en taal, dat hoor je. En taal kan ik over praten, want ik ben naast het feit dat ik part-time docent ben bij de hoofdvakken, met de nieuwe leerkrachten kom ik in de scholen omdat ik stagebegeleider ben. En die leerkrachten moeten dan de lessen verzorgen in dat vak Nederlands, want daarvoor ben ik er. En dan zie je duidelijk die achteruitgang van die kinderen in het gebruik van taal. Het schrijven van woorden, de schrijfvaardigheid, eenvoudige woorden waarvan ze de betekenissen niet kennen. En we zien natuurlijk ook van, ja, ik hoop dat men me kwalijk gaat nemen. Het onjuist gebruiken van verwijzingen en lidwoorden door diezelfde leerkracht. Begrijp je? Dus daaraan moet men gaan werken en proberen ook om een... de gemiddelde Surinamer heeft geen leescultuur. En daaraan moeten we meer aandacht gaan besteden. Het is mooi om je mobieltje te nemen om te gaan kijken naar Facebook en TikTok, allerlei TikTok dingen. Maar ga ook gericht je aandacht besteden. Hoeveel mensen lezen de krant? Ja, hoeveel mensen pakken een boek om te gaan lezen? Ja, we gaan echt daaraan moeten gaan werken. En daarnaast, dat is een heel belangrijk aspect, die motivatie naar de leerkracht toe. En als ik het heb over die motivatie, mevrouw Goudland, heb ik het over die primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik ben al 30 jaar in de vakbeweging dit jaar, april. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb in geen jaren zoiets meegemaakt dat ik in 5 jaar eigenlijk bijna niets voor die leerkracht eruit heb kunnen halen. Met moeite is het via Ravaxuur Plus gelukt. Maar in de relatie Vols met het ministerie van Onderwijs zijn we nog steeds bezig. En met een heel mooi project van kledingtoelagen. Maar deze minister vond het een heel mooi project dat het uit het brein van de Vols gekomen is. We hebben gewoon gekeken naar hoe is het aan toe gegaan in het Caribisch gebied. We hebben een beetje afgekeken en dat afgestemd naar de Surinaamse situatie. Maar u weet, we zijn geen geuniformeerd beroep. Hè? We oefenen geen geuniformeerd beroep uit. De brandweer wel, de politie wel, de douanier wel. Maar die leerkrachten vroegen altijd aan mijn kleding toe lagen. Niet nu hoor. Sinds toen ik jaren geleden ver voor COVID. Maar je gaat niet genoeg, misschien waren mijn argumenten niet sterk genoeg om het nu zo ver te krijgen. Dat wordt op een andere manier gedaan. Want wat er op de school is, soms als je op de school komt,
heel mooi uitgedoste leerkrachten met een sjaaltje, alles. Dat moet zo blijven. Ja? Mensen stoppen hun eigen privégeld erin. En wij zeggen, kom mensen tegemoet. Waardoor meer scholen, meer leerkrachten de gelegenheid hebben om representatief voor de klas te staan. En want dat geeft ook indruk op die kinderen, maakt indruk op die kinderen, maakt indruk op die ouders. Maar als dat stukje, we hebben laat dat gesprek gehad daarover via het OO, op het ministerie, meegestaan door de staf van het ministerie. Dus ik kan met de tas komen met argumenten om het OO te overtuigen, want we zijn daar bijna 2-3 jaar mee bezig. Het lukt niet, daar is het geld dan niet, dan dit, dan dat. Dus alles draait om geld. Dus geef een moment, ik vraag je soms af van, hoe willen deze mensen de motivatie bij die leerkrachten? Als het niet is, dan moet je het geld gaan zoeken. Dan moet je misschien ergens anders gaan bezuinigen. Maar anders ga je die motivatie dat die leerkrachten niet krijgen op het niveau wat je wil. En punt 2, ik ga zeggen, oké, ik sluit die school. Wel mevrouw Goud, dat ik kan u zeggen hoor. Als je die school gaat sluiten, stel voor worst case, je zou 1 oktober niet beginnen. Wel voor mij het hele jaar lang ga je school gesloten houden. Want, ja, er is geen geld, wordt er gezegd. Dus het probleem van die leerkrachten zijn zoveel, dat je je afvraagt van, luister nou, ga je die generatie verpieteren? Ja? Of ga je steeds, blijven steeds doordrammen, totdat uiteindelijk men over de brug komt? Het is niet zo eenvoudig. Ja? Je wordt van alle kanten, wordt de vakbeweging aangevallen, van je doet niets, je doet dat niet, maar het is een heel andere Suriname en het is een heel andere maatschappelijke situatie. We zien ook die koers is schommel tussen 29 en 30, maar we zien dat er ook niets gebeurt in die prijzen. En die krachten gaan naar dezelfde winkels als de winkel waar naar ik ga en waar naar u gaat en waar naar die mensen van de regering gaan. Maar zij hebben de mogelijkheid, hebben misschien iets meer geld dan die gemiddelde leerkracht die waarvan sommige van ze zijn alleenstaand, 2, 3, 4 kinderen. En met alle gevolgen van die, dat een, kinderen uit het systeem vallen. En dat die mevrouw Levens met het doorstromen willen voorkomen. Ja? En dan zit je daar met lastige situaties. Zwangerschappen, tienerzwangerschappen. En dan heb je, heeft dat gezin dan een probleem, die moeder een probleem. Ja, dus geen makkelijke situatie op dit moment, maar we moeten hoop hebben dat het ooit wel goed komt. Daar je het even over dat mevrouw Levens probeerde met het doorstroomsysteem ervoor te zorgen dat kinderen uitvielen. Maar ik heb de minister vorige week goed naar geluisterd en hij gaf aan dat doorstromingssysteem nu ook heeft gezorgd voor een veel grotere achterstand. Doordat leerlingen het idee hadden, als ik wel of niet mijn best doe, ik ga toch oefenen naar de volgende klas. Deelt u dan ook dezelfde mening? Dus dat idee hadden die kinderen wel, ja. Maar het gegeven moment, het doorstromen had 2 kanten, wat de minister ook. Ze had ook met ons gesproken hoor, maar de Vols. Wij waren meer voorstander van een pilot. Pilot, dat ding. Maar uiteindelijk, ik kan niet op de stoel van de minister gaan zitten. En ze hebben het full geïntroduceerd. En dan kan je doorstromen, maar geef een blik, je stroomt door. Maar misschien beheers je die leerstof van die klas niet. Dus ergens ga je vastlopen. Ja? En kennelijk moet dat gebeurd zijn. Wij zijn het product van een rapport elk jaar. Een rapport elk jaar, En het heeft ons geen wind erger gelegd. En uiteindelijk dan sluit je af met een getuigschrift, noem maar op. Ja? Maar doorstromen, heeft een ander psychologisch effect voor die kinderen gehad. Ik heb een artikel geschreven toen. Ik ga gratis over. Het komt uit mijn brein. Het is iets dat werkelijk gebeurd is. Ja, dat kind is doorgestroomd, is thuisgekomen. Oma, ik ben gratis over. In de conceptie van dat kind, weet dat kind, ik moet mijn best doen om over te gaan. Ik moet een voldoende halen voor rekenen, voor taal, voor allemaal. En dan heb ik mijn rapport, dan ga ik over. Maar als mijn juffrouw nu komt zeggen, die bent naar de volgende klas. Wat gaat dat kind denken? Oh, ik hoef dat niet te doen, dus ik ben gratis over. Zo is dat ding ontstaan, maar ik ben kwalijk genomen ervoor. Maar het is de conceptie van wat in dat kind zijn of haar hoofd is omgegaan. En het is een waar gebeurd verhaal.
Ja? Die minister heeft het teruggedraaid. Wat mij betreft geeft die kinderen een rapport. Dat die kinderen kunnen zien, van luisteren. Ik moet me inzetten om een bepaald resultaat te hebben. Zichtbaar, van hieraan moet ik werken. Hierin ben ik goed. En als ik dit heb, dan ga ik naar de volgende klas. Dat hebben die kinderen nodig. We moeten niet proberen alles van het buitenland. Niet alles uit het buitenland gaat direct werken in Suriname. We zijn nog een land in ontwikkeling. Wat op Sint Maarten werkt, of op Aruba werkt, of op Curaçao werkt, of in Nederland werkt, hoeft hier nog niet te werken. We zijn een land in ontwikkeling en bovendien hebben we het geld ook niet. U had het ook over de motivatie van de leerlingen. Maar in sommige gevallen hebben ouders het idee dat leerkrachten niet spang. Zo alleen kan ik het zeggen. Ze vinden van, je doet best of je niet doet best, ik word betaald. En men zegt het zijn de nieuwe leerkrachten. Het zijn niet die leerkrachten die al 10+ jaren in dienst zijn. Maar het zijn de leerkrachten die er pas bij zijn. Vooral van die opleiding, de nieuwe leerkracht. En de laatste jaren van het SPI en het CPI. Ouders hebben het idee, zowel op openbare scholen als de katholieke scholen, dat er een groep leerkrachten zijn, laat me het goed benadrukken, er een groep leerkrachten zijn, die ze eigenlijk niet druk maken met het welzijn van hun leerlingen. Ik ben blij dat er ideeën. Bij de nieuwe leerkracht ben ik ook stagebegeleider. Ik heb het eerder even aangehaald in uw interview. En we hadden afgelopen vrijdag diploma-uitreiking van die leerkrachten die bij de nieuwe leerkracht de studie hebben afgerond. We zijn bevoegd les te geven in de hogere klasse op de basisschool. En het was een serieuze groep. Waren niet veel. Maar die offers die die leerkrachten hebben gebracht om hun diploma te behalen, hebben ze het verteld hoe vroeg ze moesten opstaan. Dus ik denk, dus je zal altijd een paar rotte appels hebben in de mand. Ik moet niet meer van doen en zo. Maar je hebt ook een paar anderen die. Naar dat geld, dat niet genoeg is dat ik verdien, wil ik wel een resultaat hebben. Want anderen willen carrière maken op je school. Ja, anderen willen misschien schoolhoofd worden of onderhoofd worden, dat moeten we niet vergissen. Ja, anderen willen dus collega's laten zien, kijk hoe mijn kinderen het doen. Dus ik ben blij dat u zegt, het is een idee van ouders. Ja, en het gaat de idee blijven, maar het is in de praktijk niet bij allemaal zo. Want sommigen zetten zich echt in en ze hebben ook verteld op welke manier ze aan hun diploma zijn gekomen. Ze hebben zich echt ingezet. En daarnaast moet u niet vergissen, diezelfde leerkracht zijn ook ouder. Zijn ook ouder en ook hun kind zit misschien bij een collega op een andere school. Dus ook die ouder als leerkracht, als ouder, gaat zich zorgen maken over. Dus het is een, hoe je ermee wil omgaan hoor. Maar ik ben blij dat de ideeën van ouders. Er zullen wel een aantal leerkrachten zijn op sommige scholen die met hun petten nagooien. Maar een groot deel ga ik er wel vanuit dat dat deel serieus is. Maar je moet ze ook serieus nemen. Door ze, tegemoet te komen, zeker in die arbeidsvoorwaarden. U had het daarnet over oude tijdse en nieuwe tijdse kinderen. Wij oude tijdse ouders, om het zo te zeggen, het lijkt alsof we onze kinderen niet kunnen helpen, vooral wanneer het ook gaat om rekenen. Want hoe we het toen hebben gehad, verschilt. Dus nu lijkt het bijna 2 kilometer lang te zijn met iets en dan. Dat kind gaat je zeggen, maar niet zo heeft je vrouw het uitgelegd. Dus dan is er frustratie ook bij de ouders. Want tussen nu en Lepador heb ik ook van u begrepen dat ouders ook moeten meehelpen met hun kinderen. Maar vaak genoeg als ouders kijken van, maar dat Anna, systeem samileri. En precies, vooral wanneer het gaat om, hoe zegt men dat? Staatdelingen en gewoon optellen. Dus Het werkt ook voor heel wat confusion bij de oude tijdse ouders. Dat klopt. Wat zoveel ouders. Eigenlijk een aantal zijn er misschien niet van op de hoogte. Ze zijn afhankelijk van waarmee die kinderen komen. Ja, maar ik zit met die som, ik zit met dat. Misschien zal taal geen probleem zijn. Je kan het gaan opzoeken, zijn woordenboeken. Maar rekenen kan een probleem zijn, ja? Want ik heb
De oude heeft het anders gehad, fundamentele rekenen. He, ik heb dat ook gehad en er was niets met die methode aan de hand. Maar we zijn overgestapt, men is overgestapt naar andere methodes. En die vragen andere vaardigheden om te komen, dus naar het eindantwoord van een bepaalde som. En ik moet toegeven, sommige ouders zijn niet zo vaardig erin. Anderen hebben onvoldoende tijd om zich daarin te storten, om die kinderen te helpen. Dus dat ouders zich daarover zorgen maken. Dus ik denk misschien dat de uitdaging is voor het ministerie en die andere onderwijsdenominaties. Om te kijken hoe wij misschien extra leerkrachten kunnen inzetten. Zeker wat het rekenprobleem betreft. Maar we moeten ons niet vergissen, we weten dus dat die brain drain ook speelt. De beste leerkracht, als hij zich heel goed voelt, van luister mijn vak, want ik denk natuurkunde, gaan ze weg. Wat er daarna gebeurt, dat is een ander verhaal. Maar ze vertrekken en dan moet je dan iemand hebben dus die echt dat vak beheerst en goed kan overdragen voor die leerlingen, dat die leerlingen thuis geen moeite heeft om het te begrijpen, want niet elke ouder gaat voor extra lessen kunnen betalen, want privélessen, bijlessen kost geld en niet iedereen heeft dat geld om het te doen. Dus er zal aandacht daaraan moeten besteden, maar hoe we dat gaan moeten doen, ik ga u dat antwoord schuldig moeten blijven. Tot slot, meneer Nerkes, wat is uw boodschap, advies? Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben anderhalve maand vakantie nog. Wat is het advies naar hen toe om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar? U heeft het woord vakantie gebruikt. Mensen moeten ook vakantie houden. Zeker de maand augustus hou je vakantie. Wanneer we kijken dus naar, ik neem Europa als voorbeeld. Dan zien we dus in de vakantie maakt die witte man, die witte vrouw, spaart naar de vakantie. En ze gaan ook op vakantie. We zien dat Schiphol een bijzonder druk is. Men gaat naar vakantie, gaat naar Europa. Het is niet zo duur. Dus mensen, je moet in het bedrijfsleven, gaat men ook met vakantie. Soms word je in Nederland gedwongen om met vakantie te gaan met je kinderen. Ja? Dus mensen moeten hun vakantie houden. Ze hebben rust nodig om zich af te komen van die stress. Maar kijk even hoe je dwars door die vakantie een bepaald momentje vindt waarbij het kind misschien niets te doen heeft. Want je het kind niet de hele dag met een mobiel laat. Je kan het kind niet de hele dag achter de televisie laten. Maar luister, kan je misschien op de vrijdagmiddag of zo, of als je niets te doen hebt, even daarna kijken. Of iets gewoon een stukje lezen. Ja? Dus hoeveel bibliotheken hebben we nu? En hoe is de aanloop naar een bibliotheek? Ja? Hoeveel kinderen gaan? Dus ik denk dat we zo naar de vakantie moeten kijken. Maar gaan mensen niet gaan vermoeien? Vanuit die kinderen nu echt gaan rekenen en taal. Mensen moeten genieten. Het is vakantie. Waarbij ze ook tot een stukje rust komen. Ouders ook. Leerkrachten en leerlingen. Dank u wel. Kijkers, u heeft de heer Nerkes gehoord. En ieder mag genieten van zijn of haar vakantie, zowel de leerkrachten, leerlingen en de ouders. Maar gelieve 2 weken voordat de school begint, zich goed voor te bereiden op het nieuw schooljaar. Dat was het voor dit eerste deel. Maar gaat u nog niet weg, want mijn collega Richelle Maknak is er met een tweede deel. Dankjewel Sifra. Kijkers, in het tweede deel praten we over het Vosteenkoekoeroe Festival. Dat staat gepland voor 30, 31 augustus en 1 september. We gaan hierover praten met Jamal Jansen. Kijkt u mee. Jamal, welkom in ons programma In Gesprek Met. Om gelijk met de deur in huis te vallen, we praten vandaag over het Vosteenkoekoeroe Festival. Wat is Vosteenkoekoeroe Festival? Nou, Vosteenkoekoeroe Festival is een festival eigenlijk, een culinaire festival. Georganiseerd door het platform Vosteenkoekoeroe Festival. Een evenement eigenlijk, een festival waarbij Surinaamse culturen eigenlijk, etnische groepen eigenlijk, samenkomen, samenvloeien en hun verschillende culturele
gerechten eigenlijk aan de man brengen. Het is een festival van overdracht eigenlijk. Overdracht van het Surinaams erfgoed, waarbij eigenlijk ons datgene eigenlijk dat Surinamers bij elkaar bindt, dat is eten, dat we eigenlijk dat naar voren brengen eigenlijk. Maar heel authentiek. Niet gewoon de moderne gerechten die je kan krijgen, maar we gaan terug naar het traditionele, het authentieke, afvostentje. Oké, okay. En wat is de belangrijkste doelstelling van de derde editie? Want we hebben in de afgelopen 2 jaren steeds een editie gehad. Wat is de belangrijkste doelstelling dit jaar? Nou, sowieso dit jaar gaan we proberen de organisatie eigenlijk beter en groter te gaan. De organisatie heeft groter uitgepakt dit jaar met diverse aanpassingen. Nu sowieso, het is eerder gedaan onder het directoraat cultuur, maar nu staat ze er zelf voor op hun eigen via hun eigen platform, eigen organisatie. Het is niet meer op de onafhankelijkheidsplein, maar het wordt gehouden uit het Live Entertainment Centrum, voorheen het Flamboyant Park. Om eigenlijk ook waarom ook een beetje om een bredere doelgroep te kunnen bereiken eigenlijk. Dit jaar is ook anders. Het is niet voor Sinkukuru Festival gewoon, maar voor Sinkukuru Festival met een twist. Dat wil zeggen eigenlijk, er is aan de hand van de feedback van de deelnemers, van de bezoekers eigenlijk, is er aangegeven dat inderdaad, vroeger bijvoorbeeld, als we een voorbeeld geven van de bruidenbonen. De bruidenbonen wordt gemaakt eigenlijk, vroeger had je geen blikjes waren, geen flesjes. Dus je moest die bruidenbonen voorkoken en dergelijke. En dat zijn allemaal dingen die nog gedaan kunnen worden. Maar natuurlijk worden er enkele moderne dingen gebruikt. Je komt er niet altijd helemaal onderuit om ze te gebruiken. Maar het is wel sowieso vast dat de ondernemers en de chefs eigenlijk ervoor moeten kiezen. Verplicht zijn eigenlijk een beetje om hun 1 of 2 gerechten of meer echt authentiek te maken en te presenteren aan het publiek. Ja, en je haalde daar net aan dat het platform dit jaar dus zelf de Sinkukuru Festival gaat organiseren. In samenwerking met het kabinet van de president. Oh, is het directoraat cultuur enigszins erbij betrokken? Ja, dus sowieso vanuit het kabinet van de president is het directoraat sowieso ook erbij betrokken. Oké. En wat zijn enkele hoogtepunten of nieuwe elementen die bezoekers dit jaar kunnen verwachten? Nou, zoals ik het eerder zei, het is sowieso voor Sinkukuru met een twist natuurlijk. Het gaat een beetje, we gaan breed, weet je, alles we willen. Het gaat niet alleen om voeding, maar het gaat om een stukje cultuuroverdracht, cultuur-erfgoedoverdracht. En dat gaan we doen aan de hand van voeding, drank eigenlijk, maar ook een beetje het Surinaamse muziek. Het worden dagen van entertainment, dagen van eigenlijk feesten, festival. Omdat we dit festival eigenlijk jaarlijks terug kunnen willen hebben. Dat we niet alleen de Surinamers in ons land willen hebben, maar ook de buitenlanders willen kunnen aantrekken met dit festival. Wat we ook dit jaar erbij hebben, los van de Surinaamse keuken alleen, hebben we ook de Jamaicaanse keuken en de Portugese keuken erbij. Je sprak daar net over entertainment. Behalve eten, voeding en drank, wat kunnen we ons voorstellen bij entertainment? Nou, het is een festival, dus Surinamers houden, we proberen te brengen waarvan Surinamers eigenlijk houden. En het is feesten, eten en drinken. En dat proberen we onder 1 dak te brengen. Dus er zijn een heleboel bandjes, Surinamse DJ's eigenlijk, om ook eigenlijk die een hart onder de riem te steken. We hebben bandjes zoals No Mercy, Update, Sangrafo, South West, Go To Money, XN Friends, Kaatsenwijs House Band. Een heleboel Surinaamse tappers die ook aanwezig zullen zijn om eigenlijk de sfeer in het geheel te behouden. Ja, het festival is 30, 31 augustus en 1 september. Is er gedacht aan de kinderen bijvoorbeeld? Ja, er zijn sowieso kinderactiviteiten. De toegang is sowieso vrij. Het evenement begint 3 uur. Toegang is vrij en ook aan de kinderen zijn gedaan, zijn kinderactiviteiten eigenlijk. Dus het is een family day, kan je zeggen. Het is een evenement voor de familie, dus iedereen kan, jong en oud, kan er wat aan overhouden. Yes. We weten van de afgelopen 2 jaren dat veel mensen het festival hebben bezocht. Hoe lopen de voorbereidingen nu naar eind van deze maand? De organisatie is dus zwaar bezig geweest met eigenlijk de opzet van het evenement. Nu zijn ze in de promotiefase eigenlijk, want het evenement is dadelijk. De
keukens die staan al ready. Eigenlijk zijn er bezig voorbereidingen te treffen om hun producten eigenlijk aan de man te brengen. Dus nu is de promotiefase eigenlijk. Dus nu zijn we in de fase waarbij we eigenlijk het publiek eigenlijk weer gaan aanwakkeren. En zeggen van, hey, dit jaar zijn we er weer. We zijn niet meer op het plein, maar we zijn nu bij AdLife Entertainment Center, Flamboyant Park. Dus in die fase zijn we. Dus we zijn best wel enthousiast. Mm-hmm. Het publiek is ook enthousiast. En het wordt een bijzonder evenement. Ja. En hoe staat het met een, ondernemers, mensen die een authentieke, ja, zal ik zeggen, gerecht willen voorbereiden? Hoe staat het met een, de aanmeldingen? Dus de aanmeldingen die zijn reeds gedaan. Er zijn, als ik me niet vergis, zijn er nog enkele keukens vrij. De Marron-keuken die is nog vrij eigenlijk. Er is nog plek voor een Creoolse keuken die soepen kan maken. Hun staatskeuken die curry kan maken. Dus ze kunnen nog even op de pagina voor het Cuckoo Festival kunnen ze nog even contact opnemen om te kijken wat nog allemaal vrij is. Kunnen ze nog eventueel nog misschien last moment nog even aanmelden. Maar zoals je zei, het is een evenement van authentieke Surinaamse gerechten, maar ook dranken. Mm-hmm. We willen alles aan de man brengen. En als we dan denken aan de gerechten, die hebben we dan de authentieke bruine bonen. Moxalees is eigenlijk, doxa's, everything eigenlijk, maar echt authentiek gemaakt. We hebben ook dus de dranken die authentiek gemaakt worden, zoals de kassiri, de dawet en dat soort dingen. Maar wat we ook hebben, is, zijn Surinaamse wijnen. En zoals jullie iedereen het weet eigenlijk, ben ik verbonden aan een van de authentieke Surinaamse wijnbedrijven. En dat is Brancia Winery. En ook wij zullen op dit evenement zijn, op dit festival zijn. Waarom? Omdat wij onze wijnen gemaakt worden op traditionele wijze. Mm-hmm. Weet je, like van de voorste man, de oma, opa, de voorste sma, leer uno. Zo maken we onze wijnen. Natuurlijk, vroeger werden de wijnen gemaakt van onder de grond eigenlijk. Ja, dat is een hele, andere fase. Dat doen wij niet. Maar we houden wel het grootste deel van de recepten, van de bereidingswijze, van de manier van voorbereidingen eigenlijk, dat doen we wel. Mm-hmm. Weet je, dus die standaarden behouden we wel. Dat maakt dat onze wijnen eigenlijk nog steeds best authentiek zijn. Mm-hmm. Dus daarom eigenlijk zullen we ook staan op dit festival. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe ruim eigenlijk dit concept is, mm-hmm, van Fossil Cuckoo Festival. Dat je eigenlijk, het gaat meer om de overdracht van erfgoed. Dat we eigenlijk moeten overdragen naar de nieuwe generatie eigenlijk. Om te weten, want kijk, tegenwoordig maken we dingen die modern zijn. We zijn gauw geneigd om de smaakmakers te gebruiken. Om iets snel bij de winkel te gaan halen, iets snel klaarmaken. Maar we verliezen daarbij het authentieke van de echte gerechten. Hele hoge gerechten kennen we, de Moxalesis bijvoorbeeld. Kennen we met een heleboel dingen daarin. Maar je hebt van die simpele Moxalesis, die ook eigenlijk bijna veel lekkerder zijn geweest. Omdat dat echt die vorsting manier was. En dat gaat een beetje verloren. Ook als we kijken naar koeksoorten bijvoorbeeld, de Boyo, de Fiado. Je hebt zoveel variaties tegenwoordig daarvan, maar wij willen dan in deze dagen willen we dus de authentieke en die voorste wang naar voren brengen in deze dagen. Ja, jullie hebben vooral gesproken over het overdragen van bepaalde cultuuraspecten. Kan een individu dus gewoon gaan naar het Fossil Cuckoo Festival en vragen naar een bepaalde recept van een bepaalde gerecht? Ja, ik geloof voor best. Dat is de bedoeling eigenlijk, zoals ik het eerder zei, inderdaad. Dat we gaan delen eigenlijk. Het mooie ervan is dat je eigenlijk als Creool bijvoorbeeld, dan hun staatskeuken kan stappen van, hey, hoe maak je dit eigenlijk? Weet je? En dan wordt het geleerd. We zullen ook diverse presentaties hebben van de verschillende keukens, die dan op een bepaalde tijdstippen dan echt het gerecht zullen voordoen en voor creëren. Zodat eigenlijk het publiek kan zien wat de stappen zijn eigenlijk van het creëren, van het maken van zo'n gerecht. Dus het wordt echt echt dagen van overdracht. En overdracht eigenlijk en eigenlijk samenkomen van diverse culturen. Want dan, je kan dan bij de Chinese restaurant gaan, je kan dan bij de Chinese, bij de Hindustanse, bij de Javaanse gaan om te kijken van oké.
wat maak jij, hoe mm-hmm. maak jij het? En zo heb je, zo creëer je eigenlijk ook een beetje die samenhorigheid. Weet je, een eenheid komt eigenlijk als we elkaar beter gaan begrijpen en als we meer weten van elkaar. En als we met, aan de hand van dit festival eigenlijk, trachten we om eigenlijk zo te beginnen met elkaar beter te leren kennen. Onze culturen te beter te gaan leren kennen, te begrijpen en te respecteren. Yes. En je hebt ook gesproken over authentieke dranken, bijvoorbeeld de wijnen die jullie zullen presenteren. Ik neem aan dat het publiek ook nieuwsgierig is. Welke wijnen zullen we kunnen vinden op Vosteenkoekeroe? De wijnen die Brazia eigenlijk, die Brazia Winery eigenlijk heeft, zijn de kersenwijn, Pomerakwijn. Maar een van de gekste wijnen die veel mensen vinden is de Boulangerwijn. Mm-hmm. En ja, dat zijn de wijnen die we die dagen zullen presenteren. Want kijk, wijn zien we tegenwoordig als een modern ding, een luxe ding eigenlijk. Maar we vergeten eigenlijk, wijn eigenlijk, vroeger maakte ons, eigenlijk iedereen's oma en opa heeft ooit eens een wijn gemaakt. Mm-hmm. Maar het werd gezien als, het was geen luxe. Het was een vorm van survival. Onze voorouders geloofden niet in vermorsen. Als er wat gemaakt werd, als ze vruchten hadden, halen ze alles eruit. Je kon dan vanuit de vruchten kon je dan een sap maken, een jam, maar ook een wijn. Dus al dat soort dingen die vroeger gedaan werden, waren eigenlijk een vorm van survival eigenlijk. En dat deden ze eigenlijk, dat was ook een kunst eigenlijk. En we moeten dat eigenlijk gaan brengen, van het mooie daaruit gaan zien te halen. En eigenlijk gaan kijken dat onze, eigenlijk de volgende generatie, eigenlijk beseft van hoe creatief eigenlijk de Surinamers eigenlijk zijn geweest in die tijd en het mooie ervan. En wat zou je aan het Surinaams volk willen zeggen, die bijvoorbeeld zeggen, zeker vind ik niet authentiek daar, wat wil je aan hun zeggen? Nou, ik zou ze sowieso uitnodigen om eigenlijk te komen, om eigenlijk te om het mooie van Suriname te ervaren. Om elkaar te leren kennen, weet je, en om te kijken wat we samen hebben, wat ons apart maakt, maar wat het ook samenbrengt. Kom genieten, het is sowieso heerlijke gerechten, heerlijke dranken, heerlijke sfeer natuurlijk ook alles. Kom gewoon als Surinamer eigenlijk genieten van alle moois dat Suriname te bieden heeft qua gerechten. Ja, en dan nog een laatste vraag, want ik weet dat bij de voorgaande keren er is aangehaald dat dit event heel groot moet gaan worden, bijvoorbeeld om onder andere toeristen aan te trekken. En ja, ze mikken op heel veel mensen. Is er een bepaalde limiet vastgesteld of een doel vastgesteld op hoeveel bezoekers jullie dit jaar mikken? Nee, er is geen limiet. Het Flamboyant Park en het Live Entertainment Center is groot genoeg om iedereen te accommoderen. Dus daar hebben we ook 3 dagen uitgetrokken. Het is de bedoeling inderdaad dat we gaan groeien. De organisatie wil gaan groeien. En de bedoeling is dat we vaste tijden gaan hebben. Dus het wordt gehouden elke laatste weekend van augustus. Mm-hmm. Zodat mensen van het buitenland die willen afreizen naar Suriname ook van tevoren kunnen plannen van oké, het is laatste weekend van augustus is dit festival gehouden. Dus daarom proberen we aan dat een structuur te brengen aan het geheel, zodat men kan inplannen, zodat mensen weten. Dit jaar hebben we, zoals ik het zei, de Jamaicaanse keuken en de Portugese keuken. Dus de aandacht van buiten, die is er. En hoe langer we gaan, hoe meer we verbeteren, hoe groter en hoe beter het evenement zal worden. Zo kijkers, met deze woorden van Jamal Janssen zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hoorde u mijn collega Sifra Goudland in gesprek met Marcelino Nerkes over de ontwikkelingen binnen het onderwijssysteem. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.